Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits. En ik ben weer terug in het nieuwe jaar. We gaan weer 3 achtbanen bestrijden. En de eerste is de Dive Coaster voor Vincent. Hij is speciaal voor mij gemaakt. Ik voel me echt vereerd dat ik dit mag doen en mag spelen op mijn kanaal. De Dive Coaster voor Vincent. Nou ja, ik weet de naam dus niet. Het is gewoon een random naam. En we zitten erin. Het is echt een heel... Is dit een heel breed karretje? Zit hier met 8 mensen naast elkaar? Of, ja, dit zijn het 8 karretjes? Of 8 zitplaatsen? Wauw, dit is echt heel gaaf. Maar zo gaat niet de baron natuurlijk in Efteling. Zo gaat want de baron die takelt niet recht omhoog, maar schuin omhoog. En ik denk dat dat beter bij mijn thema past. Want dat het is natuurlijk ook het soort van torentje. Het ziet er gewoon in het geheel mooier uit. Alhoewel, ik had het wel gaaf gevonden als je ook recht omhoog naar boven ging. Maar je gaat natuurlijk al recht naar beneden, hè? Dus dat zou dan een beetje dubbel op zijn misschien. Ik weet niet waarom ze de keuze hebben gemaakt. Maar ja, je hebt 2 verschillende manieren om een dive coaster toe te laten takelen. En ik zie dat er remmetjes in zitten. Oh jee. Wow, dit is echt wel een hele vette layout, joh. Diegene die dit heeft gemaakt, ik weet even niet de naam. Maar als je dit ziet, doe even je naam zetten in de comments. Dan weten de andere mensen ook gelijk dat jij deze achtbaan hebt gemaakt. Wow. En we hebben die eerste halve looping. En de vaart mindert, dat vind ik wel gaaf, dat maakt het wel spannend. Wow! Hij gaat wel lekker vloeiend, vind ik. Tot nu toe. Oh! Oh, dit is gaaf. Lekker over het water. Dat vond ik jammer, die grote bocht aan het einde. Even kijken, kunnen we even flyen? Ja, we gaan dus even flyen door. We gaan even deze layout zien. Ik vond dit stukje een beetje jammer. Dat het zo... Ja, hier had ik nog wel een extra bocht in willen zien, denk ik, bij het water. Ik vond het een beetje een... Ja, dit was gaaf zo. Maar op een gegeven moment dan... Dit stukje vind ik wat minder ook. Het ziet er ook wat minder uit als je het zo ziet. Maar nee, maar voor de rest was het een hele... Als ik kritisch moet kijken, is dat een zijpuntje daar. Maar over het algemeen was dit een hele leuke coaster. We gaan naar de volgende. Dus we verlaten deze. Door de update is het allemaal weer anders, dat weten jullie. We gaan naar de Aurora. En de Aurora is... die geeft gelijk een error. Leuk, dat vind ik altijd leuk, hè. Errors. Altijd hartelijk welkom. Ik kan hem ook niet wegklikken. Ook hartstikke belangrijk. Echt heel fijn. Zo, we kunnen hem nou kleren. En de Aurora is dit. Het ziet eruit als een ouderwets stalen achtbaan ideetje. Nou, de karretjes dan, die zien er heel erg goedkoop uit als ik het zo zie. Apart, joh. Maar dit soort treintje, zoiets heb ik nog eigenlijk weinig gezien. Dus dat vind ik al heel gaaf. En ik vind ook dit heel leuk gethematiseerd al. Ik snap alleen niet de witte trap met groen en blauw, maar goed. En de rode karretjes. Maar ik denk dat niet zo heel erg important is. Ik ben heel erg benieuwd naar de layout, want we gaan best wel redelijk hoog. Hè? Het is best wel een joekel van een baan, joh. En ook heel erg goed gedacht over de omgeving. En dat vind ik ook belangrijk. Oh jee. Oh, dit is heel apart dit. Oh, crap joh. Oh jeetje, dit is echt heel erg cool. Wow. Oh, dit is zeker heel tof gedaan joh. Dit is echt heel gaaf. Heb ik nog weinig gezien dit. Wow. Oh, dit is echt wel een heel erg tof layoutje dit. Ja, dit vind ik echt gaaf. Dit wordt nog een best lastige keuze, joh. Ook voor jullie natuurlijk. Oh, dit is de derde keer dat we over de kop gaan. Looping erin. Kurkentrekkertjes, alles zit erin. En we zijn nog steeds niet... Het is best een grote baan, joh. Oh, we gaan de vierde keer over de kop. En, oh, dat ging lekker vlot, joh. Oh, nou, hier wil ik wel eventjes naartoe kijken. Want dit was echt een redelijk goede, leuke, gemaakte achtbaan, vind ik dit, hoor. Ik heb zoiets nog niet veel gezien op mijn kanaal. In die 34 of 35 afleveringen die we hebben gemaakt. Want dit is natuurlijk aflevering 35, dus dat, ja. Maar kijk, ik vind die karretjes ook super leuk. Moet je kijken hoe leuk dat eruit ziet. Nog net niet kermis-idee, weet je wel. Ja, dit vind ik heel stof gedaan. En vooral dit stukje... Dat je dan die vaart maakt in... Dat je over de kop gaat, dat je dan nog die extra vaart maakt. Ja, dit was zeker een prachtig baantje. De derde moet gewoon echt perfect zijn
mocht hij mijn mening veranderen. Maar dat is Fast Park. En Fast Park is de derde en laatste achtbaan die we gaan doen voor deze aflevering. En dan gaan jullie stemmen en ik ook welke achtbaan de beste is van deze drie. Ben benieuwd. En we zitten erin. Heel weinig omgeving, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om de layout. Maar ik vind altijd, hè, dat hoort er altijd erbij, hè, de rest. Fast. Heet het Fast Track? Fast Track. Nou, het ziet eruit als een heel simpel baantje. Maar ik moet netjes oordelen. Ik mag niet zeggen van nou. En hut, twee toetakeling. Zie twee toetakeling. Zo, ik kom amper uit van die sporen. Apart, joh. Nou, dat heb ik ook nog niet echt veel gezien. Maar gaat heel erg snel omhoog. Dat weet ik wel in ieder geval. Er zijn ook leuke karretjes. Gele karretjes, geel met rood. En groene ondersteuning. Oké, het is niet echt de keuze die ik zou maken, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Want ik vind het is sowieso heel lastig om een achtbaan te maken in het spel zelf. Dus, en dat moet sowieso heel vloeiend worden. Want anders dan is het toch gelijk weer een blunder, soms. Zit nou rem in nog extra? Ik weet niet wat dat zijn, maar hij gaat nu naar beneden. En of we nou heel snel naar beneden gaan, dat is eigenlijk nog niet te zeggen. Oh jee, serieus? Nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er, jongens? We gaan heel langzaam, elke keer tikjes naar beneden. En hoort het erbij? Hoort het erbij? Ik weet het niet. Maar dit is heel apart. Gaan we harder? Of is dit... dit is wel heel apart. Ik... Oh, we staan stil. Oké, dit is heel apart. Wow! Nou, had hem ook maar net, hoor. Dat is wel netjes uitgerekend, dit, hoor. Oh, en we gaan een kleine kurkentrekker erin. Waarom ook niet? Nou ja, het is een simpel baantje, maar ik vind hem wel heel erg leuk gedaan. Toch? Ja, ik heb niks te klagen over dit baantje. Maar ja, het is natuurlijk niet eerlijk tegenover de andere twee achtbanen. Als deze zou winnen, natuurlijk. Misschien vinden mensen dit wel de betere achtbaan. Maar, ja, ik denk dat mijn mening is dat de tweede achtbaan heeft gewonnen. Gewoon puur omdat hij zo bijzonder was. En ja, ik vond het ook wel heel erg apart gedaan, hoor. Ik bedoel, kijk, je hebt van die aparte karretjes. Je gaat snel naar beneden. En je blijft hangen. Je gaat steeds langzamer. Kijk, hier remt hij al af. En ja, dat ziet er best wel spannend uit. De hele achtbaan, het karretje, gaat helemaal recht staan. Zoals je ziet. Tot aan dat laatste karretje aan toe. En we gaan nog verder zakken, let op. Iedereen moet op dezelfde positie staan. En op een gegeven moment stopt hij dadelijk. Nou, het is wel heel gaaf gedaan, hoor. Hè? Nou, mensen, laat weten in de comments of jij dan de eerste, de tweede of de derde achtbaan het leukste vindt. Is het de dive coaster voor Vincent, de Aurora of deze Fast Park? Dus laat het weten en ik ga ze zeker lezen in de comments. Tot de volgende keer bij nieuwe No Limits. Vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doei!